Je hoeft echt geen amoureus Italiaan te zijn om tot grote culinaire hoogte te komen in je eigen keuken. Ga even rechtop zitten, want vandaag maken we pizzabrood met rucola salade. Daarvoor nodig rauw ham en een bolletje mozzarella, champignons, een Turks of een focaccia brood, 2 uien, 1 theelepel oregano en de pastasaus. Kijk, onze chef de cuisine is alvast begonnen met het doorsnijden van het brood en laat ook geen spaanheel van de mozzarella en de ui. Dan moeten ook de champignons eraan geloven en is het tijd om de saus te verdelen over het brood. Kijk die souplesse waarmee hij dat doet. En ach, datzelfde vakmanschap wordt gebruikt bij het verdelen van de ham, de mozzarella en de ui. Terwijl de hitte van de oven zijn werk doet, concentreren wij ons op de salade waarvoor nodig rucola, kersttomaatjes, kappertjes, olijfolie en pijnboompitten. Halveer de tomaatjes, rooster de pijnboompitten en maak van wat olijfolie, balsamico azijn en zout en peper een dressing waar medig Italiaan jaloers op is. Het over de rucola, tomaatjes erbij, even roeren en als klap op de Italiaanse vuurpijl de pijnboompitjes. Eet smakelijk!